Dan de Graafschap, de nummer 9 tegen ADO Den Haag. De nummer 11 van de keukenkampioendivisie. Onderling duel voor de laatste strohalm richting de play-offs. Op de Vijverberg en is het de Graafschap dat het beste aan de wedstrijd begint. Devin Haan met de eerste kans op de paal. En dan de rebound voor Eunal. En ook die raakt de paal. Eén van die twee kansen had er toch in gemogen. Deze via de binnenkant van de paal van Bremen glijdt dan weg. En dan kan Eunal niet profiteren. Daar had de Graafschap dus op voorsprong moeten komen. Maar het is veel sterker dan ADO in de openingsfase. Hier de buitenkant van de paal geschampt door Camille Negli. 0-0 de ruststand. Een flitsende start van de Graafschap, maar daarna dus eigenlijk heel weinig meer. Tjatić ingevallen. Bij de eerste paal komt daar Verheid. Hij kan de bal niet binnen tikken. Goed verdedigd nog. En zo de eerste gevaar van ADO ook. ADO, dat een 2-0 voorsprong weggaf tegen Almere, verloor met 2-3 in eigen huis. Het schoot zichzelf lelijk in de voet in de strijd om de play-offs. Een schot van ver van Brittijn. De Graafschap probeert zijn contract te verlengen. Hij is in gesprek. Er is goede hoop dat ze eruit komen. Deze bal stuit het raar door. Kan net verdedigd worden door Hall. En dan in de rebound Fortes. Afvallende bal gepakt. Op de vuisten van Sonny Stevens. Zwarts ook ingevallen. Zwarts. Hard geschoten. Maar geen gevaar voor Hidde Jurjes. In deze wedstrijd krijgt overigens Boy Kemper een gele kaart. En die is dus geschorst voor de wedstrijd. Van ADO tegen Helmond. Zwarts met de voorzet. Daar is Verheid. En dan is het heel laat. 0-1 voor ADO. Zijn tiende van het seizoen. Scoorde ook al tegen Almere. De voorzet goed van Zwarts. En goed naar de grond gekopt door Thomas Verheid. Jurjes kansloos. En heel laat dus de voorsprong voor ADO Den Haag. Siem de Jong ook ingevallen. En nog een andere invaller. Raad de Rink. Maar een geweldige redding van Sonny Stevens. Voorkomt de 1-1 van de Graafschap. En dan wint ADO en houdt het enig zicht op de play-offs.